heeft gisteren weer eens gewonnen. Tegen het ook laag geclasseerde Fortuna Sittard won Veendam thuis met 2-1. Het was alweer een maand geleden dat Veendam een wedstrijd won. Omdat Lesmond Prinsen met een virus thuis zit en Jan Korte niet tevreden was over het spel van Michiel Klinkers tegen Eindhoven, stonden Guus de Vries en Mark van Eijk weer eens in de basis. Fortuna Sittard speelde met twee oude bekenden. Roald Hamming en oud-FC'er Paul Jansen spelen tegenwoordig ook in de kelder van het betaalde voetbal. De eerste helft van de wedstrijd tussen de nummer 12 en de nummer 16 van de Gouden Gidsdivisie was net zo kleurloos als de uitshirts van Fortuna. Het publiek dommelde weg en pas na 20 minuten was dit de eerste doelrijpe kans. Max Houtuin schiet naast. Een curieus moment na 26 minuten. Veendam denkt dat het buitenspel is, maar Roald Hamming kopt de bal op zichzelf door. Die ziet zijn medespeler Laszlo Mesjaros staan en die tikt heel eenvoudig binnen. Het is 1-0 voor Fortuna Sittard. Voor uw duidelijkheid, het was het eerste schot tussen de palen in de wedstrijd. Veendam denkt aan buitenspel, maar dat was het zeker niet. Het tweede schot van de wedstrijd tussen de palen komt op naam van Erwin Buurmeijer. De goedspelende Buurmeijer schiet van een metertje of 15 raak. Het is 1-1, 5 minuten voor rust. Je kon gisteravond beide ploegen van slecht voetbal betichten, maar zeker niet van het niet optimaal benutten van kansen. Het rook Mark van Eijk hier. Hij schiet de 2-1 binnen, maar hij staat wel buitenspel. Dat was het laatste wapenfeit van Eijk. Hij kwam na rust niet meer terug. Voor hem in de plaats kwam Michiel Klinkers. Angelo Seintje kwam er ook in, maar Nix Kolder werd er uitgehaald. De wissels pakten goed uit, want Fortuna Sittard kwam de tweede helft op eigen kracht niet meer voor van de vlag. Veendam zette meer druk en Guus de Vries kreeg hier een kansje vanaf een meter of 18. Veendam was dus duidelijk de betere ploeg de tweede helft, al was het voetbal nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Door de wissels van Jan Korte schoof Slor door naar het middenveld en dat had een positief effect op het spel van Veendam. Alhoewel, Guus de Vries verliest hier de bal, maar gelukkig weet Arjan Bisseling te corrigeren. Anders had zowaar Fortuna Sittard voor het doel van Veendam kunnen komen. Hier denkt iedereen dat Paul Weerman buiten spel staat, maar de grensrechter vlagt niet en de scheidsrechter fluit niet. En zo is het heel eenvoudig, gewoon 2-1 voor Veendam. Wat gebeurde verder in de wedstrijd? Nou, niet al te veel. Veendam kreeg nog wel kansen, maar die waren ook op één hand te tellen. De grootste was er nog voor Michiel Klinkers, maar die raakt het doel niet. Wat liet Fortuna dan wel zien? Nu wel, de grootste kans voor Fortuna was zo'n pakkenbeet 20 minuten voor tijd. Alleen, het had daarvoor wel de hulp van een Veendam-speler nodig. Max Houtuin schiet hier ongeveer de bal naar de maan. Roald Hamming probeert de bal te controleren, maar dat lukt niet helemaal. Veendam wint een kelderduel in de Gouden Gidsdivisie met 2-1. En het is duidelijk, Veendam speelt gewoon onderin de middenmoot. Ik vind dat je met inzet en met strijd, ik kom er steeds weer op terug, omdat voetballingsvermogen er wel is. Kijk, Mark van Eijk kan goed voetballen, maar hij zal ook iets moeten doen zonder bal. En op de juiste moment risico's moeten nemen. En in die zin vind ik dat we eigenlijk tegen die onderkant van die middenmoot aan zitten. Weg was Jan Kort, terug.